Erik van der Plas, ja, een mooi toetje was nog in de maak voor vandaag. Ja, dat zat er zeker in. En, maar ja, goed, dat, dat ik er redelijk van overtuigd was dat dat had kunnen gebeuren als wij de drie punten hadden gehaald. Dat was ik wel. Omdat je gewoon wist dat Die Haag tegen Velo en Wippel er tegen DSO ook pokjes op zich zijn. Alleen ja, je moet zelf eerst de drie punten scoren. En ja, dat hebben we niet gedaan vandaag. Je komt nog wel heel snel eigenlijk op een 1-0 voorsprong of 0-1 voorsprong. Dan wordt het nog 1-1 tegen een ploeg die eigenlijk helemaal niet leek of te willen voetballen vandaag. Nee, die was inderdaad alleen maar aan het inzakken. En ja, juist lekker dat je dan snel scoort. Hè? Ik denk een goede aanval vanaf rechts, goede voorzet en prima ingeleden. Ja, en je geeft eigenlijk daarna niks weg. Maar ja, dat kan ook niet als die tegenstander alleen maar op zijn eigen helft aan het voetballen is. Maar ook in de counter konden ze geen gevaar stichten. Ja, totdat het een keertje een corner werd. En dan hebben ze wel een hele lange centrale verdediger die hem aardig inkopte. Ja, dat betekent dat het 1-1 is. Maar ja, dat is ook het enige moment op het goal geweest van ons. En ja, dat is dan wel zuur. Maar goed, als ik dat een beetje zo samenvat, denk ik dat wij gewoon de ploeg waren die aan de bal best wel leuke dingen deed. Die in ieder geval wat probeerde. De tegenstander eigenlijk aan het verdedigen was en meer reactievoetbal speelde. Ook moet ik heel eerlijk zeggen dat jullie vandaag ook niet echt in beste doen waren. Je zegt, ik zag wel een paar aantal goede dingen. Wat zag je dan vooral? Nou ja, goed, kijk, je spreekt vooraf. Je ziet beelden van een tegenstander en dan probeer je een bepaalde tactische set er goed mee om te gaan. En wij wisten dat dus aan de ruimte aan de zijkant zou liggen. Met onze backs en onze buitenspelers moesten we daar dan gebruik van maken. En op zich ging dat een aantal keer goed, een aantal keer ook niet hoor. Maar in ieder geval de intentie was er wel. En kijk, ik denk dat het voor de toeschouwers heel gezapig was. Maar ik kijk ook naar wat we afgesproken hebben, wat we getraind hebben, of ik dat terugzie. En dat is ook zo, dat zag ik terug. Alleen niet alles is dan top. Maar goed, dat hoeft ook niet. Dat heb je liever wel, maar dat hoeft ook niet. Maar goed, ja, voor de toeschouwer was het een klotenpot, denk ik, om te zien. En, dat zijn jouw woorden. Ja, nee, goed, dat geloof ik wel. Dat is ook heel erg loom. Het was warm natuurlijk. Dat werkt dan ook allemaal niet mee. En een tegenstander die inzakt, dat is dan ook wel lastig. Maar ja, dan moet je hoog baltempo spelen. En dat vond ik dat had wel beter gekund. Maar ja, daar kwamen we niet aan toe. Goed, ik denk dat we deze wedstrijd, want uiteindelijk verliezen we hem ook nog eens trouwens met 2-1. Deze wedstrijd misschien maar gauw vergeten. Wel geweldig seizoen, hè? Nou ja, ik heb de jongens ook net gecomplimenteerd over het seizoen wat we gehad hebben. We hebben het prima gedaan. Maar er had denk ik wel meer in gezeten. Maar goed, ik denk niet dat we gelijk. Ik denk dat we niet gelijk de lat heel hoog moeten leggen. We hebben volgend jaar weer een uitdaging om het nog beter te doen dan dit jaar. En met meer ingezeten bedoel je die periode? Titel? Ja, bijvoorbeeld. Of meer punten, net hoe je het ziet. Maar als we meer punten hadden, hadden we ook de periode gehad. Ja, ik denk dat we te veel wedstrijden toch net niet creatief genoeg waren of doelgericht genoeg waren. Waardoor we de wedstrijd niet gewonnen hebben. Maar goed, al met al ben ik wel heel tevreden over hoe het gegaan is. En ik heb de jongens niet voor niks een compliment gegeven. Terecht. Mark Langeveld, heel vervelend verhaal. Chris Lange gaat stoppen. Rodi Redel gaat in een lage elftal spelen. Werk aan de winkel voor aankomend seizoen. Ja, dat zijn wel jongens die de laatste tijd heel veel gespeeld hebben. Mark dan, die heeft af en toe zijn wedstrijd ook gemist natuurlijk. Maar ja, je weet hoe goed Mark is. Maar ja, aan de andere kant biedt dat ook weer openingen voor andere spelers en andere tactieken. Ja, er zijn er inmiddels al een aantal weer binnen gehaald door jullie. Een cijfer voor jou, Valk 68, jouw debuutjaar. Gaat het dan om mij of om de... Om de... Nou, of een combinatie. Hoe tevreden ben jij voor jezelf? Ja, goed, kijk, ja, wat ik zeg. Ik bedoel, we hebben meer punten behaald dan vorig jaar en dat was de doelstelling. We wilden het beter doen dan het jaar ervoor. Nou, dat hebben we gehaald. Maar er zat wel meer in. Dus, en dat hebben we niet uitwezen weten te halen. Dus laten we zeggen, een zeventje of zo. Ja. Een zeventje, goed. Nou, daar maak ik er een 8 van. Een knotsgek eerste klas in die zin. UVS werd kampioen. DSO werd tweede. DSO wordt nu weer kampioen. UVS degradeert. En nogmaals ook even vanuit Leiden Amateurvoetbal, de complimenten voor jullie in dit geval. Dankjewel, die neem ik van harte aan.